Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag heb ik een unboxing voor jullie. Ik ga de AirTag uitproberen. Keys. This is AirTag. The next time the couch eats your keys, AirTag will help find them. Ik had hem al opengemaakt, want ik deed het gewoon zo. En je hoort het, er zit niks in. En het weegt ook echt helemaal niks. Alsof het gewoon een normale doos is. Dus ik had alvast gekeken. En ja, als je zeg maar zo kijkt, dan denk ik zo. Ik dacht, huh, er zit helemaal niks in. Maar toen keek ik de andere kant. En er zit dus wel wat in. En hier heb je dus de AirTag. In de camera lijkt het wel een spiegelbeeld, maar oké. Nog iets in de doos. Zover ik zie nu. Maar ik scherm hem toch even kapot. Want misschien zit er al een iets op de... Nee. Moet je vaak wel eens even doen. Gewoon even dit open, helemaal openmaken dan. Om te kijken of er echt wel niets meer in de doos zit. Nou, dat is het niet. We hebben hier de AirTag, dus. Hoe nog zeker dat ik dit zeg. Even kijken, hoe maak je dit open? Hier zit zo'n dinget. Pak ik dit laat even los. Kijk. Het is zo fijn om te doen. Zo. En dan. Ik vond het een beetje stil. Ik heb nog nooit zo'n pakket opgemaakt. Ah, kijk. Hier. Hier had ik echt niet van durven te dromen. Oké, dus hier staat AirTag. Dus val ik hem even open. Hier. Misschien overdrijf ik een beetje mijn reactie. Hier heb ik echt heel lang voor gewacht. Want de eerste instantie zeiden ze dat ze bij ons waren geweest, maar we waren de hele dag thuis. Dit is vakantie. Even kijken, hoe maak je dit normaal open? Even kijken. En ik trek het hier eraf. Ik heb er ook nog een inscriptie op te laten zetten. Je had hem al. Dit is de inscriptie die ik erop heb laten zetten. Dit zijn gewoon mijn favoriete dieren, zeg maar, die ik heel leuk vind. Dan komen heel snel vlekken op. Wow, we zien het niet goed. Nou ja, en als je het dus een beetje indrukt. Kijk of het bij mij ook lukt. Nou ja, goed. Ik log even in met mijn telefoon. Oh. Schermopname. Ik zet mijn schermopname aan. Kijk even. Oh. Er is ook geen knopje of zo. Dus ik druk het wel in. Ah.
Zo. Kijk, dit haal je er gewoon zo af. En dit is dus de batterij die erin zit. Zo'n Pentasonic. En die gaat een jaar mee. En dan is dit dus de omhulling voor de batterij. Waar ook de inscriptie op staat. Ik hoop dat ik hem nu weer gelijk goed erin doe, want anders... Zo. Oh. Even kijken. Kom. Oké. Okay. Hij zit wel goed dicht. Even instellingen kijken. Bluetooth. Ik hoop dat er een AirTag komt bij andere apparaten. Oh, ik durf het bijna niet ergens neer te gooien of zo. Nou, nog wat doen of zo. Hè? Ik heb niks van iemand. Verschrikkelijk. Hallo? Hallo? Mag ik. Ik hoop dat hij tegen het stootje kan. Kom. Je moet hem wel binnen een paar centimeter afstand houden. Nou, ik leg hem maar even naast, dat jullie het ook nog kunnen zien. Zo belangrijk is het niet. Er is dan hier nog wat in. 2000 years later. Ja! Ja! Hier. AirTag. Verbind. Verbind. Even kijken. Bagage, camera, fiets, handtas, jack, koptelefoons, paraplu, portemonnee, rugzak, sleutels, aangepaste naam. Nou, ik wil het gaan gebruiken uiteindelijk voor mijn sleutels. Maar ik heb de case er nog niet voor. Die moet nog geleverd worden. Die komt pas 28 mei. Dit is vandaag. Even kijken. Even kijken. Vandaag is het 7 mei. Toen gebeurt er als ik... Oh, hier, route. Ja. Hier is een route wat helemaal niet klopt. Maar oké. Okay. Dat zagen jullie niet. Maar oké. Okay. Verloren modus. Ja, dan kan je inklikken. En dan... wat verloren modus is. Ik zal het wel even uitleggen. Dan kan je dan intypen. Hier kan je schakelen in. En dan zendt hij een signaal naar alle iPhones op de wereld. Of op de wereld. Ja, eigenlijk op de wereld. Dat doet hij, zeg maar, zonder dat de eigenaars het merken. Dat ze dan, je sleutels bijvoorbeeld kunnen vinden als die ergens in de andere kant van de wereld in een sloot liggen of zo, weet ik veel waar. En als er iemand met een iPhone langs loopt, dan kan die, langs. Of. Langslopen. Heeft hij hem, kan hij het dan naar je toe sturen? Het speelgeluid afgewerkt goed. Zo. Maar ik ga natuurlijk meten. Vanaf hoe ver je dat kan horen. Of nee, toch niet? Het is inmiddels de volgende dag. En ja. Dus ik heb niet gemeten tot hoe ver je dat kan horen. Want er leven nog andere mensen in mijn huis. Of. Ja, in het huis wat die niet op beeld willen. En dan geef ik toch maar zo even de conclusies. Het geluid is prima. Ik heb net zelf even zonder camera getest. Ik zat onder en de AirTag die lag gewoon hier in de doos. Ik zal hem even erbij pakken. Ja. Hier. Ik had hem... terug in de doos gedaan, want ik moet wachten op de case. En als de case er is, laat ik een deel 2 zien. Hoe die, of die ijzer makkelijk meebuigt, zeg maar. Dat je makkelijk aan je sleutels kan bevestigen. Of, bijvoorbeeld. En dus het geluid is gewoon helemaal prima.
Je hoort het echt hard. Van echt tot een... Ja, weet ik veel waar. ja, ik zal een video zien van laten zien. Of je echt niet laten zien. Maar ik zal een video in de aftiteling zetten. Van het kanaal eigenlijk. Die dat ook heeft getest. Die het beter heeft getest dan mij. Dan kunnen jullie die misschien nog kijken. Maar dat is, ik geef het echt een 10+. Ik vind het een geweldig ding. Alleen jammer dat het zo'n verschillende datums is van de case en AirTag. Dat het niet samen wordt geleverd ofzo. Maar ja, het kan zijn dat het wel samen wordt geleverd. Maar het ligt eraan waar je het bestelt en ja, aan de site zeg maar. Ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog, abonneer en zoals ik altijd zeg, later!